Goedemorgen, lieve kinderen. We zijn bij onderdeel 9 van de Olympische Spelen. Eerst een vliegtuigje vouwen. Dan doe je een gewoon blaadje. Doe je één puntje naar binnen. Zo, en de andere doe je dan hier om. En dit stukje haal je er even af. Die doe je eventjes dubbel. Zo, en dan maak je hier daar even een staart van. Doe je die naar binnen en die doe je naar binnen. Dat is straks de staart en die heb je zo meteen nodig. Die leg je even weg. Niet opgeven. Ja, gewoon doorvouwen. Nu is die klaar. Dan moet je eerst die nog naar binnen vouwen. Had ik net vergeten. En die moet je naar binnen vouwen. Zo, en nog een klein stukje weer naar binnen. En die nog een stukje naar binnen. Zo, nu heb je hem bijna klaar. Dan komt nu de staart erin. Zo, en dan die staart moet je vastzetten natuurlijk. Dus dan moet je die weer naar binnen vouwen. En dan is die klaar. Zo ziet hij er dan uit. Doe je eerst de hoeken naar elkaar. En dan vouw je hem nog een keer dubbel, goed aandrukken. Die, dat lijkt al een beetje op. Dan vouw je hem nog een keer dubbel. We gaan even kijken of hij het al doet. Oh nee, we doen hem nog een keer dubbel. Oeh, dat lijkt wel een straaljager. Ja, kijk, nu kan je hem hier in het midden vasthouden. Pas met de vinger op het vliegtuigje, dat je hem zo vast hebt en je gooit hem naar boven als weg. Zo gooi je het vliegtuigje weg. Hoe ver heb ik nu gegooid? Ga je er even op staan. Even kijken hoeveel meter het vliegtuigje is gekomen. 7 meter en 30 centimeter. Heel goed. Maar je mag het nog vaker proberen. Misschien kan je de volgende keer nog verder gooien. Succes!